Zo'n 350 heeft Natasja van Alve er al opgehangen op verschillende plekken in Tilburg. Zoals onder viaducten, bij het station en hier in het Wilhelminapark. In de hoop dat dak- en thuislozen ze meenemen en zich zo een beetje kunnen beschermen tegen de kou. Ik ben het gewoon vanuit mijn hart gaan doen en gaan kijken van, uh, hè, werkt het? Is er baat bij, is het nodig? En uh, ja, er is, Het is heel hard nodig, het is echt hard nodig. Ja. Sinds ze haar actie startte wordt ze bedolven onder de sjaals van mensen die haar een warm hart toedragen. Thuis doet ze er dan een kaartje bij zodat duidelijk is voor wie ze zijn bedoeld. Ik ben niet kwijtgeraakt. Neem mij gerust mee als je het koud hebt. Want ik ben hier om je warmte te geven. Ze weet niet zeker of alle sjaals wel bij de juiste mensen terechtkomen. Maar toch lijkt Natasja wel degelijk aan een vraag te voldoen. Opvanglocaties bieden wel vaak verwarmende kleding aan. Maar niet alle daklozen zitten daarop te wachten. Nou, ik denk dat er mensen zijn die uh, er moeite mee hebben. Om zorg te aanvaarden. Want uh, wij willen natuurlijk heel graag mensen, alle mensen van de straat gaan, dat ze allemaal een woonplek krijgen met de passende zorg. Maar ja, zorg betekent ook wel een beetje bemoeienis. En soms is dat best wel moeilijk. Misschien ook als je niet zoveel inzicht hebt in ja, wat er nou aan de hand is. Haar hele familie is inmiddels bij het Sjaalproject betrokken. Maar niet iedereen was vanaf het begin af aan even enthousiast. Bleef ik een beetje zo op afstand staan en keek ik heel veel rond. En toen zag ik dat best wel veel mensen keken. Toen begon ik het nog minder leuk te vinden. Op een gegeven moment wou ik zelfs weggaan. Toen zagen we dat ze een zwerver die sjaal pakte En toen dacht ik van nu ga ik door en ik ga je mama heel vaak helpen. Eén wens heeft Natasja nog. Dat haar initiatief wordt omarmd door meer mensen. En dat straks ook in andere steden sjaals aan lantaarnpalen hangen. Om mee te worden genomen door mensen die daar behoefte aan hebben.